altijd al beeldend kunstenaar worden. We wonen nu zo'n 2 jaar in Loppersum. En nu sinds 2 jaar hier alles bij elkaar. Wonen en werken op dezelfde adres. Ik heb eigenlijk gewoon altijd allerlei technieken willen aanleren. En meestal is dat gewoon door mezelf aangeleerd. Ik ben geen lasser, ik ben geen timmerman, ik ben geen schilder. Ik ben eigenlijk een soort van manager van alles als kunstenaar. En ik verzamel van alles. De artikelen die ik uitgezocht heb, moeten dan dus samen iets gaan doen. Dan moet ik dus zien hoe ik het gerealiseerd krijg. En dat is niet altijd even makkelijk. Van hoe krijg ik deze bal hier bovenop? Dit waren dus mijn 3 items die ik uitgezocht heb in het akker. In eerste instantie moest ik daarbij denken aan de animatiefilm Up. En dan dus het idee om deze duikfles te laten vullen met helium. En dan hier een terras ballonnen aan te maken. Dat dan dus dit voeterhuisje opstijgt vanuit die kist. Maar dat is dus niet haalbaar vanwege het volume. Nu was het idee, dat gaan we anders doen. Nog steeds hetzelfde idee. Alleen, beschilder ik dus de binnenkant van de kist met een luchtfoto van de omgeving Eemshaven. Dit is nog maar gewoon even ondergrondje eigenlijk. En dan wil ik voor het beeld dit vogelhuisje, het laten opstijgen wordt niet, dus ik vervang de helium eigenlijk door een stang. En de gasfles, die zet ik in een rekje. Die had ik toevallig en paste precies. Dus, en dan in plaats van ballonnen wordt het dan dus een strandbal.